buiten hier van de finishtoren te kijken. En dan lijkt het erop dat een ploeg in het donkerblauw, ik vermoed dat het Triton is, maar ik kan het niet helemaal goed zien dat die op dit moment aan de leiding gaan in een lage baan. Nee, ik moet zeggen dat Triton niet meedoet aan dit spektakel, maar ik kan me voorstellen dat je het niet goed kan zien, want het is inderdaad, ik denk de ploeg van Orca in baan 4, die, het lijkt me dat die een baantje zijn opgeschoven, maar het is wel de ploeg van Orca die hier de dans leidt. Die kwamen niet door als eerste op de 1500 meter, maar die hebben volgens mij wel het plekje overgenomen van Euros in de hoogste baan. Die waren vrij aan elkaar gewaagd en we gaan eens kijken wat het hier gaat brengen in de laatste 300 meter. Tim. Ja, absoluut. En nou, minder dan 300 meter kan ik je vertellen. Het is nog maar een metertje of 100. En het zijn inderdaad de jongens uit Utrecht van Orca uit de Driewerf die een vraag gaan stellen aan de jongens uit Enschede. Van, wil je nou echt dit blik hebben? En het wordt ontzettend spannend in die laatste meters. Ja, dit wordt heel spannend. We kunnen er niet zoveel over zeggen. Mensen staan op de tribune, klappen, stampen, schreeuwen ze naar die lijn toe. En we gaan het zien. Ja, het is niet te zien hoor. Twee losse zoomers, maar ze kwamen eigenlijk gelijk over de strepen. We zullen echt de registratie moeten afwachten. En die geeft ons nu aan dat het Orca is die hier de overwinning pakte. De ploeg uit Utrecht in een tijd van 5:54:85. Gevolgd door Euros in een tijd van 5:55:30. Het is dus de Orca die nemen het laatste zware beginnelingen achter blik mee naar Utrecht. Iedereen feliciteert elkaar. Het stuurtje springt haar slag. Man in de armen. En laat hij nog los? Ja, hij laat weer los. Het is eventjes genoeg voor dit moment. Zij hebben de overwinning binnen en kunnen dat felbegeerde, zware beginnelingen achter blik gaan ophalen in de stromende regen, lijkt het net. Ja, met afgrijzen kijk ik eventjes naar die Euros achter en ik zag daar dat de nummer 4 gaat. Erevlot en groot verdiend, want ik denk ook als er twijfel is, moet je hem gewoon gaan opeisen. Ga maar ophalen gewoon dat blik. Ja, absoluut. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel een beetje zeker zijn van je zaak. Want als je daar staat en je krijgt dat blik al uitgereikt en je moet hem uiteindelijk nog inleveren. Ja, dat is natuurlijk ontzettend zuur. We hebben het wel eens gezien op de varsity waar het allemaal misschien iets onnauwkeuriger is. Waar uiteindelijk de finishfoto nadien nog uitslag moet geven. En ik hoop inderdaad dat Timeteam nu even snel duidelijkheid kan verschaffen over, over de winst of verlies in die eerstejaars... achter die hier van Orca die zojuist... Nou, ik kan je nu vertellen dat de uitslag inmiddels weer terug is in de lijst met de alreeds geroeide uitslagen op de Time Team website. Hij staat nog wel als unofficial geboekt, dus wij doen nog geen uitspraken. Maar die tijd die staat hoor van de zware acht van Orca. 5:54:85. En ik zag zojuist de stuurvrouw hier haar pet voorzien van een echte GoPro-camera. Ik hoop dat die waterbestendig is, want die heeft dit hele spektakel dan toch goed vast kunnen leggen. En wat een race was het. Het was stuivertje wisselen daar op de eerste positie. Nog steeds geen officiële uitslag. Indien wij die ontvangen, dan krijgt u uiteraard weer bericht van ons. Zou je nog een blik kunnen halen dit jaar? Hoe voelt dat? Ja, goed. Best wel lang op gewacht. Best wel spannend gemaakt voor onszelf. Maar hij is er dan toch. Ja, het heeft jullie dit jaar niet heel erg meegezeten, toch nog een blik kunnen pakken. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Bier drinken. En heel veel vergeten van vandaag en morgen. En meer niet, denk ik. Plannen voor volgend jaar? Eerst vakantie. Dan komt oud en nieuw. Dan krijg ik zelf weer een keer vakantie en dan begint het roeien weer ergens. En dan zie ik wel. Ik vind het wel mooi. Dankjewel. Yo.